Hallo allemaal, dat is nu al even geleden dat ik een video heb gedaan. En vandaag wil ik een video doen omdat ik mij geroepen voel om dat te doen. De laatste maanden heb ik heel veel bevrijding meegemaakt, openingen, etc. Maar de laatste weken voel ik een soort onwel van binnen. Met veel weerstand voor verandering. Ik ben zelf ziek geweest. Ik heb dus lichamelijke symptomen gehad. Zelfs een coronatest gedaan, denkend dat. Maar ja, daar ga ik niet verder op ingaan. Maar die ziekte is eigenlijk ook een vorm van zoektocht naar evenwicht geweest. En toch voelde ik van, er klopt iets niet van binnen. En inderdaad, als de symptomen zijn voorbij gegaan, bleef dat gevoel van onwel aan mij vreten. En als ik het kan situeren in mijn lichaam, is dat echt in mijn zonnevlecht, dus hier ter hoogte van de maag. En ik heb het gevoel van, allee, ik heb niet het gevoel, dat is gewoon een feit van alles wat ik eigenlijk doe normaal om mij goed te voelen, werkt gewoon niet meer. En dus het blijft wel moeilijk. En de voorbije weken heb ik dus mezelf zitten vluchten eigenlijk, zitten in weerstand gezeten, veel getwijfeld over wie ik ben en mijn potentieel, een soort onzekerheid. En ja, dat is voor mij een uitdaging, hè. Dat is niet nieuw, die twijfel over mezelf. En daar straks in een vanuit een innerlijk gevoel van liefde en zorg voor mezelf ben ik gaan mediteren. En ik heb begrepen wat er aan de hand is. En wat er aan de hand is, is eigenlijk dat ik de laatste tijd een soort van verduistering en die twijfel en die weerstand voor verandering en angst heb ik mezelf laten verduisteren door die gevoelens. En dat is oké. Ik bedoel, dat is niet, ik zeg dat niet als oordeel, maar het is gewoon wat ik geobserveerd heb. En die verduistering, die herken ik natuurlijk in mezelf, maar die herken ik ook in de buitenwereld, in anderen en in wat er gaande is in deze wereld nu. En voor mij is dat toch wel alweer het bewijs dat ik mezelf wil beloven en wil beslissen om mijn licht te laten schijnen, om te laten schijnen wie ik ben. Ondanks het feit dat er energieën zijn die mij tegenhouden en die die schoonheid niet willen laten ja, schijnen, zal ik maar zeggen. En in dat opzicht is ook ja, mijn onwel, zou ik zeggen, zo zou ik het noemen, is ook de sleutel geweest tot die inzichten. En ja, dus ik zeg dat alweer niet als oordeel, want dat is waarschijnlijk wat ik nodig had om te beleven. Dus dat, anders zou ik het niet beleefd hebben. Dus de reden waarom ik dit allemaal deel is eigenlijk ja, omdat ik dat in mijn meditatie heb gezien van doe een video. En als mensen zich herkennen in wat ik zeg, als ze ook die onwel voelen in zich, dan wil ik toch enige hoop geven van, allez, veel hoop. Van kijk, je kunt beslissen om dit stop te zetten. Je kunt beslissen om je licht te laten schijnen, om je schoonheid te uiten, om gewoon te zijn wie je bent. Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld een innerlijke saboteur is. Dat maakt niet uit. Dat moet geen reden zijn om niet te zijn wie je bent. Dus in de diepere laag bedoel ik, hè? Want je kunt zijn wie je bent, ook in de oppervlakkige laag.
maar ik heb het over wie we werkelijk zijn. Dus als we het nu hier en nu beslissen, dan kan dat. En dat is wat ik jullie toewens, om tot dat inzicht te komen en tot dat gevoel te komen. En ik wens jullie veel, veel succes daarin. Dus ik zal zeggen tot de volgende.